bij deze nieuwe video. Ik zit vandaag weer in de woonkamer, want ik ga twee mystery boxen unboxen. Allebei van Beauty Bay. Voor de mensen die Beauty Bay niet kennen, Beauty Bay is een Engelse make-up website uit Engeland dus. En je kunt daar echt super makkelijk bestellen. Je betaalt gewoon een verzendingsbedrag en je betaalt voor niks extra. Geen douane, B2 of whatever. En het is er binnen ongeveer een week. Jullie hebben gezien in mijn laatste pakketjes unboxing video dat ik dit pakketje heb ontvangen. Ik had een e-mail ontvangen met dat Beauty Bay voortaan twee mystery boxen heeft. Hey Suzu. En ik dacht, het lijkt mij wel leuk om die boxen te bestellen voor in een video. En dan kunnen we gaan kijken wat erin zit. Mystery boxen zijn altijd een hit of een miss. Af en toe zijn ze heel goed, af en toe heel slecht. En ik moet toch zeggen dat ik denk 8 van de 10 keer ze meestal een beetje teleurstellen. Omdat ze in mystery boxen vaak producten doen die ze te veel hebben. Die niet meer worden verkocht of whatever. Dus gewoon ja, wat prul wat niemand wil hebben. Dus ik hoop wel dat ze er echt gewoon oprecht een aantal goede producten in hebben gedaan. En er zijn er twee en ik heb ze allebei besteld. Eentje kostte iets meer dan de ander. Dus ik ben echt heel benieuwd wat erin zit en of het echt je geld waard is. Als je nou iets hebt van ik wil deze box ook. Linkjes staan beneden in de beschrijving. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, jongens. Dit zijn dan de twee boxen. Het enige probleem is dat ik nou niet weet welke box welke is. Eentje kost 5 euro meer dan de ander. Dus ik weet nou niet welke dat dus is. Dat hebben ze niet echt heel handig gedaan. Er staat echt verder helemaal niks op. Ja, dit is dus echt niet slim gedaan, jongens. Oh my gosh. Good stuff inside. Kijk, er staat hier zo good stuff inside. Ik ben zo benieuwd. Ik hou altijd van mystery boxes. Ik heb al heel lang geen mystery box meer gehad. Jongens, even serieus. Welke kost nou meer? Ik moet zeggen, deze voelt wat lichter aan. Of voelt deze lichter aan? Nou ga ik weer twijfelen. Nou ja, whatever. We zien wel welke waarschijnlijk meer kost dan de ander. Ik ga denk ik beginnen met deze, want die heb ik net laten vallen. Dus ik hoop niet dat wat erin zit kapot is gegaan. Je kunt het zo makkelijk openmaken hier. Zo. Ik ben zo benieuwd, want Beauty Bay heeft echt een heleboel leuke make-up merken. Dus hopelijk zitten die er allemaal in. Dit is wat je ziet. Ik hoop dat er misschien iets in zit waardoor we kunnen zien of dit de dure is of de meer goedkopere. You've been expecting me. Dat klopt. Ik heb best wel lang gewacht. Echt anderhalve week of zo. Ik ben zo benieuwd. Oh my gosh. Oké, dit is dan de inhoud. Beauty Bay heeft ook hun eigen make-up merk. En ik zie al gelijk een aantal producten van dat merk. Dat merk is wel betaalbaar. Hun eigen make-up is best wel ja, goedkoop. Dus ik hoop ook wel dat we wat meer dure make-upjes gaan krijgen. Maar ja, laten we gewoon kijken. Ik hoop ook niet dat er iets in zit wat ik al heb. Alles wat ik niet hoef, dat geef ik allemaal weg of wordt verkocht. Laten we gewoon beginnen met het eerste wat ik zie. En dit is een paletje van hun eigen make-up lijn. En dit is denk ik een contour paletje. Wat is dit? De Jade Gua Sha. Of zoiets. Oh, dit is zo'n steen. Oké, die ik dus echt niet gebruik. Maar oké, ik ga hem even openmaken en laten zien. Het is zo'n gezichtsteen, zeg maar. Ja, kijk. Zo'n steen en die moet je dan zo over je gezicht doen. En dat heeft dan heel veel voordelen of zo. Ja, deze gebruik ik niet echt. Hij is wel echt heel cute. Oké. Nou, dat is het eerste hier achterop. Staat ook hoe je het kunt gebruiken. Oké, nog iets van hun eigen make-up lijn. Oh jongens, ik hoop niet dat nou 9 van de 10 producten van hun eigen make-up lijn gaat zijn. Want what the F. We hebben een blush. Powder blush. Welke kleur? Er staat niet op welke kleur. Laten we hem gewoon openmaken. Ik hou altijd wel van een goede blush. Dus ik ben benieuwd. Een beetje een peachy blush in de kleur coral. Dus een oranjeachtige kleur. Deze ziet er op zich wel mooi uit. Maar hij is wel heel fel. Ik denk dat deze heel mooi zou zijn op een donkere huidskleur. Dit is dus zo'n kleur die waarschijnlijk niet heel vaak wordt verkocht. Vandaar dat ze het hierin hebben gedaan. De verpakking is wel heel goedkoop. Het voelt echt heel licht gewicht aan. En het is echt zo heel cheap materiaal. Maar ja, whatever. Je betaalt hier ook niet heel veel voor. Next up. Ik ben gewoon echt random aan het pakken uit deze box. Dat is dit. Van Disney Color Alice in Wonderland paletje. Van welke merk is dit dan? Oh, ook Beauty Bay eigen merk. Gaan we nou alles Beauty Bay eigen merk krijgen? Wat de F. Dit is een pressed pigment paletje van hun Alice in Wonderland collectie. Dit is dus waarschijnlijk gewoon een klein oogschaduw paletje. Ik was vergeten dat hun ook hun eigen make-up lijn hadden. Anders had ik eigenlijk al wel gewoon verwacht dat ze heel veel make-up van hun lijn erin zouden doen. Oeh, de verpakking is wel echt heel cute ook.
En dit zijn de kleurtjes. Hele felle kleurtjes. Ik vind het op zich wel heel cute eruit zien. Het is een heel cute verpakkingje. Oké, wel hele felle kleuren. Ze zijn allemaal mat. Dit is echt voor de mensen die houden van een creatieve look. Next up, weer iets van Beauty Bay eigen merk. Er zitten ook wel andere merken in, hopelijk. Of niet, ik weet niet. Is dit gewoon mystery boxen met alleen maar hun eigen make-up? Oké, ik weet niet. Maar dit is dus een highlighter. Ik ben bang dat het letterlijk mystery boxen zijn met alleen maar hun eigen make-up. Ik had verwacht dat we allemaal verschillende brands zouden krijgen. Oké. Oeh, deze highlighter ziet er wel heel mooi uit. En de kleur Trophy. Dit is een hele mooie gouden highlighter. Oeh, I love it. Deze is denk ik heel mooi met mijn huidskleur. Ik ga hem swatchen. Hij is een beetje donker wel. We krijgen veel donkere kleurtjes. Oké. Lichtere kleuren worden vaak beter verkocht dan de wat donkere kleurtjes. Ook van de Disney Color Collection hebben we een Shadow Stick Trio. Dit is dus een trio met 3 oogschaduw sticks. Jongens, ik ben wel echt een beetje teleurgesteld in het feit dat we echt letterlijk alleen maar Beauty Bay producten krijgen. Maar oké, ik ga het nou niet te vaak blijven herhalen. We get it. Oeh, cute. Kijk. 3 oogschaduw sticks. Ook weer in wat heftigere kleurtjes. Beetje geel, paarsig en een beetje oranje. Kijk, de Alice in Wonderland collectie is allemaal dit soort kleurtjes. Waarschijnlijk werd deze collectie niet heel goed verkocht. Next up een hele grote kwast. De kwast laat ik hierin, want die heb ik niet echt nodig. We hebben 2 kwasten. Een grote en een kleine. We hebben hier brow gel. Een wenkbrauw gel. Ik vind wenkbrauw gels altijd wel handig om te hebben. Kijk, een wenkbrauw gel. Ik hoop dat die echt goed gaat zijn. Dit is hoe die eruit ziet. Een hele kleine dingetje. Het is ook echt een gel. Ik ga ook waarschijnlijk de make-up proberen in een andere video. In een testvideo. We gaan verder. Metallic Collection Crayon Eyeliner Quad. Dus dit is van hun Metallic Collectie. Oh, ook een aantal pennetjes. 4 pennen. Eyeliner. Crayon eyeliner. Oh, dit zijn gewoon van die eyeliner pennen. In verschillende kleurtjes. Deze kleur is wel mooi. Al hou ik niet echt van metallic, maar oké. Je kunt hier wel altijd hele leuke looks mee maken. Hun hebben ook een skincare. Dus hier is iets van die lijn. Dit is hemp seed oil. Dus gezichtsolie waarschijnlijk. Daar hou ik wel van. Ik hou altijd wel van een goede gezichtsolie. Ja, het is letterlijk gewoon een gezichtsolie. De-stressing voor een gestreste huid. Het is Hemp en Rose Hip gezichtsolie. Ik hou altijd van gezichtsolie, dus hier ben ik wel blij mee op zich. We hebben hier een eyebrow brush, dus een wenkbrauw kwast. Oh kijk, dit is echt een heel klein kwastje. Zien we dit? Alle kwasten doe ik sowieso weg, want ik heb echt genoeg kwasten. En dan hebben we hier nog een matte lipstick en een lipgloss. Ik ben heel benieuwd in welke kleur, want vooral lipsticks geven ze je altijd echt de meest belachelijke kleuren. Laten we kijken. Bikini, de kleur bikini. Ja, fel oranje. Wie wil nou een fel oranje lipstick? Echt nobody. Nou, en dan de lipgloss. Laten we kijken wat voor kleur dit is. Misschien ook weer oranje. Oh nee, een clear gloss. Daar ben ik wel blij mee. Gewoon een doorzichtige gloss. I like it. En het is plumping. Dan lijkt je lippen wat voller. En last but not least ook een heel groot oogschaduwpaletje van hun. Dit paletje heet Jade ofzo. 42 color palette. Ik heb vaker hun oogschaduwpaletten gehad. Ze hebben altijd van die hele grote paletten. En ik vond ze op zich altijd wel goed. Vooral voor de prijs. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Oeh, kijk hoe mooi deze verpakking is. Zo glitterig. I like it. Oh my gosh. Kijk even dit. Ik denk dat echt dit het beste product is tot nu toe. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. En ook die glanzende kleurtjes. I love it jongens. Dit is echt heel mooi. Hier ben ik echt blij mee. Ook wel weer wat fellere kleuren. Daar moet je van houden. Maar ik moet zeggen, dit ziet er echt heel heel mooi uit. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit is denk ik echt het enige van de hele pakket wat ik echt leuk vind. Nou, en dat was het dan. Nou is het helemaal leeg. Wat vonden we van deze eerste box? Ten eerste vind ik dat ze duidelijker op de website moeten zeggen dat het een mystery box is met alleen maar Beauty Bay huismerk make-up. Ik verwachtte gewoon echt van alles en dat vond ik er zo leuk aan. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of ik het überhaupt zou hebben besteld als ik dit wist. Dus dit is wel handig om te weten. Aan de andere kant vind ik het goed voor een Beauty Bay huismerk box. Op zich wel, op zich oké. Je krijgt echt best wel veel verschillende producten. Dat vind ik heel fijn. Ik vind alleen jammer dat een heleboel kleuren echt kleuren zijn die je waarschijnlijk niet zou gebruiken. Maar al met al,
Het is oké. Het is oké, jongens. We gaan verder met de tweede box. Ik hoop dat ik aan de inhoud kan zien of deze box nou 5 euro meer was of die andere box. Want ik heb nog steeds echt geen idee. Dus laten we het openmaken. Ik ga er wel van uit dat hierin echt allemaal andere producten zitten. Anders zou ik wel echt balen. Nou, deze inhoud is idem dito. Je raakt ook weer zo dit. Ja, het zijn ook weer allemaal Beauty Bay huismerk make-up. Oké, laten we weer alles eruit gaan halen en kijken. Ik begin gewoon met het eerste wat ik zie. En dat is dit. En dit is ook weer zo'n roller. De Jade Facial Roller. Dit is wel een andere. Maar ook wel weer zo'n gezichtsroller als dat we in die andere box ook kregen. Ja, dit is zo'n Jade roller. Ik heb er hier echt 20 van. Dus ja, maar ik vind deze altijd wel fijn. Dus ik zou hier wel happy mee zijn geweest als ik er nog niet 20 had gehad. Dan gaan we verder met ook weer een mini collectie van hun. Maar nu is het de Jungle Book. Is ook weer een van hun Disney collecties. En dit is het oogschaduw paletje. Ik heb het gevoel dat hun Disney collecties niet echt heel goed werden verkocht. Dit zijn niet echt kleuren die ik zou gebruiken. Wel een beetje aparte kleuren, dat wel. Wel unieke kleuren. Dit soort kleuren zie je niet heel vaak. Maar dit is niet per se een paletje die ik zou gebruiken. We hebben ook weer iets van een olie. Is dit nou precies dezelfde olie als deze andere? Het is letterlijk precies dezelfde olie. Ze hadden op zijn minst een andere olie erin kunnen doen. Nou, dat vind ik wel echt minder. Heel veel mensen zullen allebei de boxen halen. Dus waarom doe je dezelfde shit erin? I don't know. We hebben hier weer een eyeliner trio. Maar nou in pastelkleurtjes. Ik hou van pastelkleurtjes. Oké, kijk. Dit zijn van die pastelkleuren, zeg maar. Kijk, deze die ik open heb gemaakt is geel. Hier ben ik wel blij mee. Ik ben altijd wel op zoek naar pastelkleuren, want die zijn niet heel makkelijk te vinden. Ik vind de verpakking ook heel mooi. Deze pastelkleurige verpakking. Een beetje ombre. We hebben weer een kwast en een blending kwast. Dit is wel een andere kwast dan die je in die andere krijgt. Hier hebben we weer een blush. Ik ga er vanuit in een andere kleur, hopelijk. Dit is de kleur peachy. Dit is een andere kleur. Oeh, deze kleur is heel mooi met mijn huidskleur. I love it. Ze zijn ook zo mooi mat. Dat vind ik fijn. Next up ook weer van de Disney collectie. Shadow Stick Trio. Alice in Wonderland. Is dit nou ook weer dezelfde als deze? Ja, maar wel andere kleuren. Kijk, deze is van de eerste box en deze van deze box nu. Het is precies de same, alleen andere kleuren. Dat wel. Wow, ik was even bang dat het precies dezelfde kleuren gingen zijn. Nou, dan heb je ze nu allebei. Wat hebben we hier? Nog een blush? Oh nee, een bronzer. We hebben een bronzer. Dus in die andere was een highlighter. En hier hebben we een bronzer. Bronzer is wel een beetje kili-kili. Want je weet niet welke huidskleur iemand heeft. En niet elke bronzer past bij elke huidskleur. Dus ik hoop gewoon dat het een medium kleur is. Die gewoon met bijna iedereen matcht. Het is in de kleur beach. Oké, ik denk dat dit wel zou matchen met mijn huidskleur. Hij is wel vrij donker. Dus als je een lichte huidskleur hebt, gaat het niks zijn. Maar ik denk dat ik het nog wel net haal met mijn huidskleur. Dan hier nog een matte lipstick. Hopelijk een betere kleur. Dit is de kleur gelato. Oh, deze is op zich wel mooi. Kijk. Dit is op zich wel een mooie kleur. Een beetje rozig. Oké, deze vind ik al wel iets beter. Het is nog steeds niet de mooiste kleur, maar al wel iets beter dan die fel oranje kleur. Wie gebruikt nou oranje lipstick? En dan last but not least nog een groot oogschaduwpaletje. Ik denk dat deze box minder duur was dan die andere. Want die andere heeft volgens mij iets meer producten. Dus dit is waarschijnlijk die van 30 euro. Laten we kijken. Dit is het Bright paletje. Ook weer felle kleuren. Felle kleuren make-up. Wat het ook is, wordt altijd minder goed verkocht dan neutrale kleuren. De meeste mensen halen neutrale kleuren. Dus je ziet ook weer dat ze echt alleen maar de fellere kleuren paletjes hebben gedaan. Omdat die gewoon ja, minder worden verkocht. Ik heb ooit een Bright paletje van hun gehad. Alleen de kleine volgens mij. En dit is de grote. Ja, dit is de grote. Deze heb ik ooit dus gehad in het kleine. En ik vond hem echt fijn. Echt goede kwaliteit. Kijk. Echt hele felle kleurtjes. Daar moet je van houden. Die andere zijn ook wel felle kleurtjes. Maar deze echt. En het is wel heel mooi. Ik moet zeggen, ik vind het andere paletje mooier. Maar het is oké. Deze gaat zeker wel weer worden gebruikt. En ook echt een mega grote spiegel. Kijk even dit. En dit was dan het laatste van deze box. Hij is nou ook helemaal leeg. Oké, wat vonden we van deze box? Hij was zeker 5 euro minder waard. Dat valt mij echt gelijk op. Ik moet zeggen, als ik voor één van de twee boxen zou gaan, dan zou ik voor die andere box gaan. Want die vond ik wel echt beter. Het paletje was ook beter, et cetera. Dus ik persoonlijk zou die andere box halen in plaats van deze. Deze was ook wel weer oké, maar ik heb wel weer iets van, ja...
Jongens, ik weet niet. Ik ben niet heel enthousiast. Ik ben niet heel enthousiast. Ook al zou ik van tevoren gewoon hebben geweten dat het Beauty Bay huismerk is, vind ik de producten een beetje mooi. En er zit niet eens één product bij waarvan ik denk, dit is een best selling product wat ze alsnog ons hebben gegund in een mystery box. Want dat zie je vaak toch nog wel. Al met al zijn het echt bijna allemaal producten die waarschijnlijk gewoon niet te goed werden verkocht. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, maar een aantal producten zou ik zeker nog wel gebruiken. En ga ik ook gebruiken in een testvideo die eraan komt. Dus stay tuned. Maar ik ben echt heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van deze boxen? Zijn jullie ook een beetje teleurgesteld als ik? Of hebben jullie iets van, nee, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Let me know beneden in de reacties. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel weer heel leuk om te maken. Nou, vond jullie de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!